was op zoek naar een verhaal en het verhaal heeft eigenlijk mij gevonden. Ik ben in contact gekomen met Eline Spillebeyn. Dat is een jonge, veelbelovende documentairemaakster die al heel wat mooie projecten gedaan heeft, onder andere voor Rudy Franks. En haar verhaal die hebben mij zo getroffen dat ik ze verwerkt heb in mijn boek. Door de getuigenis ben ik gaan lezen wat dat er gebeurd is, maar ben ik ook haar beelden gaan bekijken. En die wisselwerking die vind ik eigenlijk heel boeiend. Het een bevordert het ander. De beelden zetten aan tot lezen. Het lezen zet aan tot verder opzoekingswerk of het bekijken van de beelden. We gaan samen proberen uit te leggen hoe Bovenhuids tot stand is gekomen. Je gaat het verhaal leren kennen vanuit het oogpunt van de schrijver, de fictie, maar ook vanuit het oogpunt van de persoon die geïnspireerd heeft, dus vanuit de realiteit. En dat komt niet zo vaak voor, moet ik zeggen. Enerzijds gaan we een kindsoldaat volgen in Congo. Zijn wedervaren daar. Ik ga niet te veel vertellen, maar op een of andere manier komt iemand uit die entourage in België, in Vlaanderen terecht, meer bepaald in Aalst, waar hij in contact komt met leeftijdsgenoten die compleet andere zorgen hebben, maar dan ook weer niet. Het is een verhaal dat gaat over jeugd, over hoop, maar ook over het noodlot. Dat hier toeslaat. Als je samen met mij en Eline op reis wilt gaan in ons verhaal, dan verwachten we nu op donderdag 23 mei om 8 uur in Utopia. Kijk er echt naar uit. Is het leven voor mij veranderd na het schrijven van dit boek? Ja, ik heb bijgeleerd. Ik heb veel bijgeleerd. En iedere keer dat je bijleert door te lezen, verandert je leven een heel klein beetje, denk ik. Ja.